succes voor de 24-jarige Servaas Knaven die nu de streep passeert. Daar is hij, Servaas Knaven. Oeh, jong. Rustig aan. En wat moet hij een mooi gevoel hebben. Hij gaat na zo'n helletocht hier alleen. Voor die duizenden mensen die hier zijn samengestroomd op de Velodroom. Deze ereronde te mogen rijden. Want zo moeten we het noemen. Een ereronde. Kijk hem aan. Ja, zijn shirt schoonmaken. Professional genoeg is hij. Dat hij weet hoe dat moet. Voor de 30-jarige uit Lowit stammende Servaas Knaven. Altijd gereden ook voor anderen. Museo zit vlak voor hem. Museo komt binnen. Knaven zit achter hem. En kijk eens, hij heeft nog een beetje schoonmaakmiddel bij zich. Schoonmaken die rommel. Want we moeten laten zien wie hier de beste is. Servaas Knaven. Peter Post, Jan Jansen, Henny Kuiper, Jan Raas. Dat waren de Nederlanders die hem voor hem deden. En dan komt hij... En kijk eens hier. Hier is de architect zelf. Die weg fietst voor de tweede plaats. Het is op de kop af. 11 minuten voor 6 op deze paaszondag. Dankjewel, Servaas. Wat een geweldige finale heeft Servaas Knaven gereden. Kijk eens naar het publiek, hè. Ze staan drie rijen dik hier in Bordeaux. Het is de 78ste aankomst in de Ronde van Frankrijk in Bordeaux. Servaas Knaven van 6 maart 1971 heeft lang moeten wachten op zijn etappezege in de Tour. Maar vandaag in Bordeaux gaat het hem dan eindelijk tot lukken. En wat een vreugde, wat een mooi moment, wat gun je hem dit. Hij heeft ervoor gestreden, heeft het in zijn eentje gedaan en verdient het. Geweldig, Knaven is binnen, hij wint de etappe naar Bordeaux. Bordeaux krijgt een nieuwe Nederlander als winnaar. Ja, mooi hè.